zegt sowieso niet helemaal fout wat hij ervan vindt. Zo, we zitten ondertussen weer bij de dierenarts voor. Sissy, wat is er gebeurd? Ik heb oud. Ja. Holy shit. En we hebben vandaag een spannende afspraak met de chirurg. Ja, er is wel kans dat daar wel kanker in zit of komt. Op basis van mijn metabolisme, een leeftijd van... De chirurg wil een magneetzaadje planten in mijn borst. Oh, dat is de leukste Pieter. Die is het leuk. Hé, hey, wat gaan we doen met je bed, schat? I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tanties, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag 10 november, een woensdag. De allereerste woensdag dat ik geen chemo meer heb. En het is dus een week verder en dat betekent ook dat als het goed is nu de chemo een soort van ja, uitgewerkt is. En dat mijn lichaam dus kan gaan beginnen met het herstel. Nou, daar ben ik heel blij mee. Ik kwam straks thuis van werk en dacht, fucking hell, wat zie jij er goed uit. Ja, nou. Echt helemaal niet, gewoon superwoman ben je gewoon. Superwoman! Nou, hij liegt dus dat hij barst, want ik zag er weer uit als een aardbei. Helemaal niet. Want ziet er ja. Uit als een persikje. Ja, zo zag ik er vroeger uit, jouw persikje. Nu is het gewoon een aardbei. Maar ben jij blij van mijn persikje? Ja, mijn lichaam, mijn gezicht reageert gewoon weer heel heftig op. Ja, ik denk make-up gewoon. Maar, vanavond en nu zijn we onderweg naar het concert van Ben Alonco Sol. Elmedy. Ja. Nou ja, dit is dus een concert die ik Sergio als cadeau heb gegeven, 1,5 jaar geleden. En toen kwam corona en toen is het een stuk of 3 keer verzet. Maar vandaag is het toch echt zover. En we hebben er helemaal zin in. En het is gelijk een hele leuke viering voor de eerste woensdag dat ik niet naar de chemo hoef. Dat is ook een toeval allemaal. Ja. Ja. En ja, dan ga ik toch echt niet zonder make-up naar buiten. Sorry, dat ga ik gewoon echt niet doen. En het is maar goed dat het donker is. Want echt, oh jongens, kijk, check dit. Oh, je ziet het er zelfs doorheen. Dus ik hoop dat het een beetje donker is daar. Ik heb vandaag een hele aparte hoofddinges opgedaan. Normaal gesproken, deze moet je denk ik kennen van dat die hier juist plat is. En dat deze bloemachtig ding hier achter zit. Maar dan vind ik het weer een te veel. Kankerdoekje. Dus ik heb hem gewoon zo opgezet. En Sergio is ook niet helemaal fout wat hij ervan vindt. Hij zegt, ja, ik... Dat zei ik ook alweer. Je zei, ja, ik hou wel van apart, maar ik weet niet of het je helemaal flatteert. Ja, wel mooi gezegd, hè? Hey, en toen dacht ik, ja, maar schijt, ik vind het zelf leuk. Ja. Maar ik heb wel die andere ook mee. Maar ik vind dit wel leuk. Ik vind hem apart. Het is een beetje, hoe zeg je dat, satijn, fluweelachtig. Ja. En ik heb iets zwarts aan. Nou, ik vond het gewoon apart. Het went, het went. Ja. Ik heb er wel, nee, ik heb er wel een lekker rond kopje bij. Jongen, jongen. Ik heb vandaag ook nog gesproken weer even met het ziekenhuis. Ik mag ook weer gaan beginnen met eventueel vitamine C slikken als ik dat wil. En, want dat mocht ik namelijk niet omdat dat de chemo kon tegenwerken. Belemmeren zelfs, ja. Maar ja, de operatie gaat er natuurlijk aankomen. Ik heb nog geen datum. Maar ja... Dat zorgt er wel voor dat mijn herstel een stuk beter zou moeten gaan. Ze heeft ook aangeraden om goede eiwitten te gaan eten. Genoeg eiwitten. En ja, dat ik ook weer mag beginnen eventueel met mijn lichaam aan te sterken. Maar ik moest het niet gelijk te hard van stapel laten gaan.
gaat niet overdrijven. Nee, ze zeggen je moet niet als een gek ineens gaan zitten trainen. Want ze zeggen, je lichaam is nog steeds aan het herstellen. En het heeft wel echt flinke klappen gehad. Dus rustig aan. Maar daarom is het fijn dat ik naar Esmeralda ga. Want ja, die gaat gewoon, die kan het doseren. En die gaat met die elektronen eigenlijk mijn lichaam, mijn spieren activeren. En aan het werk zetten zonder dat ik daar zelf al te moe van wordt en te hard hoeft te werken. Wij zijn blij met Esmeralda. Dus ja, nou helemaal top. We zijn onderweg. Ik weet eigenlijk niet of we zo mogen filmen. Ja, meestal niet. Meestal niet. We gaan ook wel proberen naar binnen te smokkelen. Ja, we gaan wel even kijken. Ja, maar we hebben er zin in. Sowieso. Woe! We zijn er. Goed is live. En nu, we hebben het weer gedaan, niet opgelet waar we de auto hebben geparkeerd. We zijn op 3 verdiepingen langs gegaan op zoek naar de auto. En we zijn niet de enige, want er loopt er ook een gozer. Heb je hem gevonden? Oh my god, nee. Nou, dat wordt een lange nacht. Goedemorgen, het is vandaag 11:11 en wij zijn, mijn moeder en ik, onderweg naar het oude Rode Kruis ziekenhuis, want daar schijnen ze gratis prikken uit te delen. En aangezien ik een uitnodiging heb gehad voor de derde vaccinatie en ik dat het beste kan doen voor mijn operatie, gaan we dat eventjes doen. Ik
heb even geen make-up op gedaan vandaag weer, want mijn gezicht heeft echt even rust nodig. Het is wat het is, jongens. Dan loop ik er maar bij, als een aardig bij. Zo, we zitten ondertussen weer bij de dierenarts, vorige week ook al geweest, want Reggie heeft een flinke oorontsteking. Dus we gaan nu gewoon volgen. Ja, Reggie? Is niet leuk, hè? Vind je het fijn, hè? Oef. Nou, we zijn weer thuis. Helaas had de vorige kuur die de arts heeft gedaan niet heel veel gedaan. Hij heeft nog even op onder een microscoop gekeken, omdat waarschijnlijk sommige bacteriën resistent zijn. Maar het was niet heel erg duidelijk te zien. Ik ga nu eerst even nog iets zelf proberen wat ik heb meegekregen. Zodat ik zelf dan oortjes ga doen. En als dat, dan gaan we over 10 dagen even kijken wat het gedaan heeft. En heeft het niet geholpen, dan moet ik toch even naar het lab. En dan kijken wat we wel kunnen doen. En ik heb trouwens voor mezelf ook gelijk vitamine C gekocht. Bruistabletjes. Zijn best wel lekker. Abrikozinesappel. 1000 milligram. En ook nog eentje waar ook gelijk vitamine D in zit. En ze hadden ook gummybeer. Die zijn een stuk lager, maar ik dacht ja, die vind ik gewoon lekker. Maar ja, die ga ik vanaf nu weer slikken. En dan hoop ik dat mijn immuunsysteem weer flink wordt geboost. En dat het ook een stuk gaat helpen voor mijn weerstand en het herstel dadelijk naar de operatie toe. Want ik kom steeds dichterbij. En misschien wordt dit dan ook gewoon even weer gefixt. Op dit moment, ik zei het net nog, ik zeg op dit moment is het niet zo heel erg dat we weer mondkapjes moeten dragen. Want weet je, tot hier gaat het nog zo. En ik heb ook 2 hele lieve kaarten nog gekregen. Dat was ik nog vergeten te laten zien, want het is zo druk geweest de afgelopen tijd. Maar in verband met mijn laatste chemo, echt te lief gewoon. Van Karin, Jeffrey en Jack Timmers. Dikke knuffel voor jou. Met een paté thuiskaart. Voor als ik dadelijk met mijn operatie niks kan. Echt super lief. En van lieve Ingrid en Willem. Met een super lieve beauty cadeaukaart. Oh, daar gaan we van genieten. Zo ontzettend lief, jullie cadeautjes. Dikke kus. Jessie, wat is er gebeurd? Ik heb oud. Ja. Vul je uit bed. Wat wil je weten over je? Vul je uit bed, hè? Ja. Doet het hier pijn? Ja. Doe zo. Je moet toch niet klimmen? Nee. Heb ik nou toch zo vaak gezegd, schat? Ja. Je tanden zitten niet los. Moet een beetje ijs op je gezicht krijgen. Ja, ik heb zo oud. Waar heb je oud? Laat het eens zien. Ja. Met je vingertje. Ja. Ja, ja. Oh ja, tering. Zo, er zit een bult. Wow. Holy shit. Ben je ook hier opgevallen? Nee, hier. Daar, hè? Nee, hier vooral. Kom maar even een ijsje erop leggen. Oh, oh, oh. Je hebt ons behoorlijk laten schrikken, vent. Ja. Ik dacht eigenlijk dat hij met zijn vinger ergens tussen zat. Ja, zo klonk het ook. Ligt hij ineens onder de trap. Zeg maar met zijn voeten, want daar lagen zijn voeten helemaal. Gelukkig was hij aan het huilen. Nou, ja, heel veel ouwe, hè? Ja. Nou, ik merkte wel toen ik hem optilde, zeg maar, dat hij nog wel een beetje die dingen had. Natuurlijk klappen gemaakt op zijn rug. Oh, jochie.
Niet meer doen, hè? Nee. Dat denk je, gaat er dit weekend wel uit. Ja. Nu baal ik gewoon dat we het niet eerder hebben gedaan. Ik heb een paar keer gezegd. Ja. Is er? Ik heb hem niet even op je neus al. Ook op je neusje al? Ja, maar... Ja, zo. Doet. Ja, maar ik heb ze al. Nee, niet grappig. Ja. Is dat niet grappig? Niet grappig. Ja. Is niet grappig. Is niet grappig, oké. Niet voor mij, niet. Nee. Wil jij een lekker ijsje? Ja. Zal maar even een lekker ijsje voor je pakken? Ja. Is goed voor zijn tong. Ja. Wel aan beide kanten op zijn tong gebeten. En de tanden zitten allemaal nog vast. Wil je iets anders checken? Ja, zijn neus inderdaad. Ik heb zijn neus gecheckt. En of hij niet gek uit zijn ogen kijkt. Maar hij kon nog tellen. Ja, ik voelde meteen wat op de wee was. En dan zei ik wel Dora kijken. Even drinken, gaat mama lekker ijsje voor je. Ik vroeg nog in welk jaar president Nixon president was. Maar die wist hij even niet meer. Dus ja. Ik begin toch te twijfelen. Goedemorgen, we zijn weer in het ziekenhuis. Het is 12 november en we hebben een spannende afspraak met de chirurg. Nou, ik ben weer thuis. Het gesprek is geweest met de chirurg en de mamacare verpleegkundige. Ja, spannend. De operatie gaat nu gepland worden. Dus daar krijg ik nog de datum van, heb ik nog niet. Ik ga één dag van tevoren eigenlijk vloeistof ingespoten krijgen. En daarmee gaan ze de schildwachtklier opzoeken. Zodat ze tijdens de operatie daar weer blauw vloeistof in kunnen spuiten. En dan gaat het oplichten en dan weten ze tijdens de operatie waar de schildwachtklier is. En dan kunnen ze daar de procedure op uitoefenen. Ze gaan niet tijdens de operatie de sneltest doen. Mijn arts die heeft gezegd, ik heb liever dat ik het echt zeker weet. Want door de chemo kan de patholoog het soms niet helemaal goed zien. En dan heb je dus kans dat hij een operatie gaat uitvoeren. En dat ik dan misschien achteraf alsnog geopereerd moet worden. En hij zegt, eigenlijk wil jij niet bestralen op iets waar jij geopereerd bent. Want dan kan je bijvoorbeeld een dikke arm krijgen. Dus hij zegt, ik heb liever dat ik achteraf echt in het lab, dat er goed gekeken wordt of daar wat in zit. Wat we daarmee gaan doen, gaan we nog een keer opereren of gaan we bestralen? Of is niks nodig? Want hij zegt, kijk, je bent nog jong, voor de rest eigenlijk in goede conditie en gezond. Dus een tweede operatie zal voor jou niet heel veel kwaad doen. En ja, daar ga ik me dan aan vasthouden, vind ik een goed idee. Want aan een dikke arm heb ik ook niks, daar zit ik zeker niet op te wachten. Nou, we hebben weer besproken dat we twee borsten gaan doen. Hij vond het wel een beetje een contradictie dat ik graag mijn tepel wil houden. Maar wel mijn linkerborst eraf gaan laten halen. want ja, mijn tepel is natuurlijk ook weefsel. En ja, er is wel kans dat daar wel kanker in zit of komt. Maar die kans is wel heel klein hoor. Ik geloof 1 tot 5% of zo. Of 15%. Nou ja. In ieder geval. Maar hij heeft ook in het begin gezegd. Als daar iets komt. Ja. Dan zie je het wel gelijk. Maar toen zei hij ook wel. Ja, maar de meesten die zeggen. Ik wil het helemaal niet meer nog een keer. Dus weg ermee. Snap ik ook. Maar. Ik vond dat Sergio ook wel een hele goeie had. Die zei, want ik vroeg me af van, hecht ik nou te veel waarde aan mijn tepel? Maar het is wel iets wat je borst maakt. En hè, veel vrouwen die eigenlijk geen tepel hebben, ja, die huilen van geluk als er eenmaal na zoveel tijd een tepel op getatoeëerd is of iets. Hè, dan maakt het toch af. Het is als een vinger zonder nagel of je ogen zonder wimpers en wenkbrauwen. Het is toch wel een essentieel iets. Wat het afmaakt. En het is wel echt
iets wat dan echt weg is. Hè, dus er is wel degelijk echt iets geamputeerd dan. En ja, zoals ik het nu wil gaan laten doen, gaan ze eigenlijk gewoon de binnenkant leegschrapen en weer vullen. En is de buitenkant eigenlijk gelijk. Kijk, omdat ik natuurlijk niet erfelijk belast ben, is in principe mijn linkerborst afhalen niet, ja, is er eigenlijk geen indicatie voor. Hij begreep echter wel dat toen we zeiden van ja, maar voor mijn rechterborst had ik ook geen indicatie om borstkanker te krijgen. En ik heb het wel en veel ook. En dat wist ik niet. Hè, ik wist niet dat daar zoveel al in zat. Dus ja, daar kon hij eigenlijk niks tegen inbrengen en gaf hij me ook wel gelijk in. Je haalt dan ook relatief veel, hè, veel kans weg als je dat natuurlijk ook leeg haalt. Verder zijn er nog bijzondere dingen. Nou ja, ik ga in ieder geval nog een afspraak krijgen met de plastisch chirurg. Om toch ook nog even die andere dingen door te spreken. Hoe werkt het nou met de tissue expander? Wat kan ik verwachten? Hoe kom ik uit de narcose? Wat voor cup heb ik dan? Krijg ik drains? Hoe lang moet ik blijven? Hoe lang duurt de operatie? En ik ga gebeld worden door de narcotiseur. Te kijken of ik wel fit genoeg ben voor een operatie. Nou, verwacht ik wel. En ik ga nog gebeld worden door het AVL voor de second opinion. Want zij gaan nu hun behandelplan doorspreken en doorsturen. En ja, dan kan ik gewoon even met hun ook in gesprek. Maar ik heb op zich wel vertrouwen gewoon in mijn ziekenhuis. Dus ik wil hier wel gewoon een operatie laten inplannen. Dus ik verwacht eigenlijk met ongeveer 4 weken al... Ja, met 4 weken ongeveer zou ik geopereerd moeten zijn. Dat is wel echt een raar idee. Maar goed, dat was het gesprek met de chirurg. En nu ga ik weer naar Esmeralda om te gaan kijken hoe ik zo gezond mogelijk verder kan. En te werken aan mijn spieropbouw door middel van die elektronen. Dus ik ga jullie weer meenemen. Zo, nou ik zie dat de camera bijna leeg is, maar ik dacht ik ga even wat proberen. Mijn moeder die heeft een, wat is voor die gekke gadgets. Oh, spiegel. Zo, daar heb ik dus nu de camera aan vastgeplakt in de auto. Want ik denk, dit is ook altijd een lekker momentje om tegen jullie te kletsen. Nou, ik ben dus bij Esmeralda geweest. Ik heb op basis van mijn metabolisme een leeftijd van 46. Nou, dat betekent dus door de chemo gewoon, huppakee, even 15 jaar aan mijn leeftijd geplakt. Dus dat is lekker. Maar goed, dat wisten we ook wel. En doordat ik in de overgang ben gebracht, ja, dan heb je dus sowieso al lichamelijk de leeftijd van iemand van eind 40, 50. Dus ja. Dat geeft helemaal niet. We gaan eraan werken. Het schijnt wel omlaag te kunnen. Nou, zoals ik al een paar keer eerder heb gezegd, ben ik dus ook flink aangekomen. En ja, daar wil ik gewoon aan werken. Maar ook om gewoon fitter te voelen. Nog meer fitter voor de operatie. En ja. Ze heeft allemaal dingetjes opgemeten, mijn vetpercentages en allemaal dat soort dingetjes. En ik zou in principe met 14 weken ongeveer 10 kilo kwijt moeten kunnen zijn. Nou, daar zou ik echt heel erg blij mee zijn, want dan, ja, dan ben ik weer waar ik was gebleven voordat ik ziek werd. En toen was ik eigenlijk ook al bezig om te gaan sporten en af te vallen. Want ik was er nog steeds niet. Ik wil eigenlijk rond 60 wegen. Of dat nog realistisch is, weet ik niet. Maar ik ga vooral kijken naar mijn lichaam en hoe ik me voel. En ja, het is dan toch wel fijn om daarmee bezig te gaan zijn. En ik ga jullie meenemen met dat traject.
Ik ga dus ook op mijn voeding letten. Daar heb ik een mooi boekje van Bailina meegekregen. Oh, daar ging die al nog. Ja, dus daar ga ik jullie meenemen. Ondertussen werd ik ook nog gebeld door de mama care verpleegkundige om nog even een andere afspraak in te plannen. Namelijk, de chirurg wil een magneetzaadje planten in mijn borst. Die gaan ze erin schieten, dicht bij de tumormarkers die geplaatst zijn, zodat ze... Goedemorgen. In de auto was ineens de batterij leeg. Ik had het er dus over dat ze een magneetzaadje gaan plaatsen in mijn borst, dicht bij de tumormarkers die ze erin hebben gedaan, zodat ze tijdens de operatie de tumormarkers makkelijker kunnen vinden met dus een magneetje. Nou, het is de dag dat Sinterklaas aankomt. En, maar voordat we dat gaan doen, ja, gaan we voor het allereerst onze nieuwe buurtjes, allebei de kanten, onze garagebuurtjes en onze huisbuurtjes, gaan we ontmoeten. En dan gaan we even kletsen. Even doorspreken wat we met de tuin gaan doen. Precies, helemaal zin in. Ja, superleuk. Het is zaterdagochtend, jongens. Het is echt het was heel vroeg. We hebben om 8 uur afgesproken, omdat we mogelijk dan nog naar Sinterklaas kunnen gaan kijken. Het gaat maar ook zeigen als er een malle is. Dus... Maar ja. We gaan het zien. Kom eens, Jessie. Waar zijn wij nu? Gaan we naar Sinterklaas en Piet kijken? Ja. Ja? We zijn op de fret, hè? Hoor je al muziek? Ja. Zullen we daar naartoe lopen? Ja. Had je zelf de hoedje op? Wauw, wat zeg je dan? Oh, een tijger! Leo! Dit is mijn juf Marjolein. Dankjewel. Dat is leuk, hè? Allemaal dieren. Ja. Even Piet. Wow. Dat is een gaaf. Oh, kijk eens, schat. Wat zeg je dan? Lief van jou. Dat is cool, zie je dat? Op de tractor. Vind jij die gaaf? Ja. Zo, die is gaaf, hè? Die heeft grote wielen. Hallo, Pietjes. Goed kouwen, hè? Oh, zeg je dan? Oh, dat is de leukste Pieter. Die is het leuk. Met een trommel. Ja, ja. Ik moet wel wakker voor die. Zwaai maar even. Kom maar zwaaien. Kom maar Pieter! Oh, kom maar Pieter! Zo, dat was leuk, hè? Dank je. Nou, er is maar één Sinterklaas, dus die is al geweest. Dag Pietjes! Maar wel allemaal Pieter. Zullen wij papa gaan zoeken? We gaan bij oma Dini kijken. Nou, papa heeft er niks van gezien. Die heeft alleen maar rondjes gereden. Ja, ja. Ik kwam er niet doorheen. Nee. Een paar keer vastgestaan en een paar parkeerplekken bijna gezien. Nee, bijna gepakt. Ik heb ze gezien, maar of ik was er net voorbij, of nou. Gelukkig heb ik alles opgenomen. Ja,
zo goed als. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Ja. Maar het is nog lang Sinterklaas. Nou, we gaan nu gezellig naar Tilburg. Gaan we naar een verjaardag vanavond en dan blijven we daar even crashen. Ik heb honger. Ik heb ook honger. Ik heb er honger van gekregen. Ja. Als het deze week maar niet wit is, want ik mag dus geen wit eten deze week. Dan mag je dan ook dus, geen kip? Ja, uitzondering eieren en kip. Oh wel, eieren en kip. Ja. Maar geen witbrood, geen pasta's, het liefst even en geen, geen bloemkool. Maar je mocht wel bruinbrood? Ik moest kleurrijk eten, ja. Ja, maar bruinbrood mocht wel? Ja. Dus dan zou je in principe ook volkoren pasta mogen? In principe wel, maar het is beter om eventjes de pasta's te laten deze week. Zou die poept hebben? Nou, we zijn lekker bij mijn moeder en we hebben gegeten. Jessie is in bad geweest. En nu gaat Jessie voor de eerste keer zingen voor Sinterklaas. En daarna zijn schoen zetten. Waar denk je dat Sinterklaas en Zwarte Piet jouw schoen kunnen vinden? Waar gaan we je schoen zetten? Gaan we hier zetten? Ja. Ja? Hier zo? Weet je het zeker? Ja. Oké. Okay. Haal eerst die flesjes uit je mond. Jessie's oren zitten een beetje verstopt, Sinterklaas. Sinterklaasje, bonne, gooi wat in mijn lege tonnen, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Het was een gezellig feestje bij Dave. Papa en mama zijn echt dood en dood op. Het was een hele lange dag. Ja. En ik smacht naar mijn bedje. Dus, lekker naar huis gaan. Lekker. Nee, moeilijk. Ja, precies. Want we hoeven nou geen anderhalf uur te rijden. Maar 10 minuutjes, dat scheelt toch. Hè? Jessie Silver, heeft Zwarte Piet wat in je schoen gedaan? Oh. Oh, heb je toch goed gezongen? Wauw, die is dan misschien een beetje hard. Mag ik even voelen? Oh. Oh. Sinterklaas. Van Sinterklaas en Zwarte Piet. Is die gewoon 's nachts gekomen om een cadeautje voor jou neer te leggen? Ja. Wow. Oh. Ik zie wat het is. Wat leuk. Oh, wat leuk. Van de Sinterklaas. Heb je die van Sinterklaas gehad? Harde slofjes. Voor jouw voetjes. Nou, voor mij is dat. Dat is voor. Dat zijn slofjes. Voor jouw voeten, om ze lekker warm te houden. Ja, en dat je toch naar buiten kan. Wauw. In de tuin bijvoorbeeld. Ga even kijken. Dank u wel, Kiksaas. Kom samen. Zo, Jessie, wat gaan we doen? Wat gaan we doen met je bed? Hè? Wil je deze beer eventjes wegzetten voor papa? Ja. Dankjewel. Zo. Gelukkig is die niet heel druk. Zo. Hé, hey, wat gaan we doen met je bed, schat? Gaat deze eraf? Ja. Oh, spannend. Maar indrukken. Goed zo. Hoppakee. Oh. Deze even hier. Ah. Ah. Wow. Hey. Nou, ben je nou al zo'n grote jongen? Ja, dat soort fratsen hoef je dan dus niet meer uit te halen. Juist. Hè? Ja. Oh. Nou word je wel heel groot.
Ben je er blij mee? Ja. Goed zo. Gaat mama nog even een schoon laken eromheen doen. Alles hoort hier niet, hè? Hop, hop, paadje in galop. En die beste Sinterklaas brengt ons heel veel speculaas. Altijd in galop. Oh, wie ligt daar in zijn mooie bedje? Zo, een hele goede morgen. Dat was een vrij heftige nacht. Jesse is één keer uit bed gevallen. Nou, paniek natuurlijk. En een beetje gerustgesteld, terug in bed gelegd. Ik denk dat ik er een kwartier naast heb gezeten nog. Die voel ik wel, die moet ik zeggen. Oeh. Ja, hij zal toch een beetje moeten wennen. Dus ja, kleine balletjes voor de groot. Vond je dit nou een leuke vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet vooral niet te abonneren, zodat je elke leuke video weer meekrijgt die we voor jullie uploaden. Ik zie je heel graag bij de volgende video. I just wanna see where love can take me when I'm with you.